Goedemorgen, leuk dat jullie er weer zijn. Gezellig. Het is weer tijd voor onze donderdag live. Jullie konden kiezen tussen deze twee stempelsets voor vandaag. Ik had gisteren per ongeluk al de keus voor vandaag ook geplaatst. Maar dat maakt natuurlijk op zich helemaal niet uit. Dat is voor volgende week. Voor vandaag konden jullie dus kiezen uit deze twee stempelsets. En deze is het geworden, Amazing Silhouette. Dan zal ik even laten zien welke kaart het niet wordt. Deze wordt het vandaag niet. Met de Calming Camellia. In verschillende kleuren gestempeld. En dat is de techniek die ik jullie vandaag wil laten zien. Dit is de kaart die ik heb voorbereid voor vandaag. Maar we gaan hem vandaag in andere kleuren maken. Gewoon omdat ik daar zin in had. En deze wordt vanmiddag geplaatst voor de Creatieve Hearted Challenge. Dus dan kun je hem goed bekijken. Goed, nou naast de Amazing Silhouettes stempel heb ik dan ook de Butterfly Brilliance en de bijpassende stansen gebruikt. Om een vlindertje uit te stansen. Even kijken, dan heb ik ook nog de teksten van de speciale momenten gebruikt. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er met zoveel zijn, gezellig. Speciale momenten, Nederlandstalige stempelset die je in de celebration, dus tot eind februari, kunt kiezen wanneer je voor €120 een bestelling plaatst. Echt een geweldige set, ik ben er heel blij mee. En ik ga vandaag werken met de kleuren Fresh Freesia, Blushing Bright en Rich Razzleberry. Zo, ik leg even deze dingen aan de kant. Goed, de basiskaart is Fresh Freesia, 14,5 bij 21, gerild op 10,5. En de oplegkaart is van Rich Razzleberry en die is 10 bij 14. En dan hebben we deze oplegkaart nog, de witte, basic white, 9,5 bij 13,5. Dus je ziet, het is altijd, kies ik ongeveer, ga ik voor een halve centimeter kleiner dan de basis. Goed, daar gaan we dus zo mee aan de slag. En de techniek die ik jullie laten zien, is de techniek met de babydoekjes en de refill inkt. Flesjes, dus waar je je inktkussen mee kunt bijvullen. Daar kun je ook hele andere leuke dingen mee doen. Zoals eigenlijk je eigen stempelkussen maken met verschillende kleuren. Nou, daar heb je dus een wat babydoekjes voor nodig. Ja, ik doe ze altijd hierin in een doosje van een stempelset. Een oude die ik nog heb. En ik leg er altijd een paar over elkaar. En ik, ja, vraag me niet waarom, maar ik doe er altijd een stuk of 4, 5. Zodat je een beetje een kussentje hebt waar je de stempel op kunt doen. Babydoekjes. Ja, ik heb toevallig van de Jumbo. Maakt op zich helemaal niet uit van de Action net zo goed. Ja, we gaan lekker kliederen vandaag, want ja, ik had nog geen vieze handen. Dus ik dacht, ja, dat kan natuurlijk niet. Goed, ik ga gewoon dus wat druppels van deze flesjes daarover verdelen. En het leuke hiervan is dat als je nu bijvoorbeeld een kleurencombinatie hebt die je heel leuk vindt, dat je dit ook een paar dagen kunt bewaren in zo'n doosje. En als het dan iets ingedroogd is, maak je het gewoon een beetje nat met een sprayflesje met water. En dan kan je hem gewoon weer gebruiken. Dat is leuk, hè? Nou, dan gaan we met de Blushing Bright. Doen we ook een paar druppies van. En de Rich Razzleberry. En je ziet, dan gaat het ook een beetje leuk door elkaar lopen. En ik weet nog helemaal niet of deze combinatie nou leuk is, maar ik denk het wel.
Goed. Ons eigen gemaakte stempelkussen. Nou. Daar stempel je de inkt op. En nou, ja, ik hoop dat hij leuk uitpakt. We gaan het zien. En dan, voilà. Oh, hij is wel mooi. Kijk eens. Gaaf, hè? Ja, ik vind dit echt ook een hele leuke techniek. Ik doe eventjes een beetje schoonmaken, zodat ik weer een andere kant ook kan nemen. Zo. Even kijken. Die doen we hier. Wauw. En dan de laatste. Tenminste, ja, ik doe er 3 op. Maar ja, dat is mijn keuze. Eentje kan ook. En die hebben we hier. Nou, je kan dit doosje dus gewoon bewaren. En weer nat maken wanneer je hem weer wilt gebruiken. Ik vind hem erg leuk met dit soort stempelsets. Waar je, ja, dan krijg je toch een beetje meer kleurvariatie erin. Ik zie dat ik hier een klein spikkeltje heb. Geef niet. Daar gaan we gewoon een glimmertje plakken of zo. Zo lossen we dat op, hè. Goed, dan heb ik nog... oh ja, ik wou nog een techniekje laten zien. Dat is helemaal echt kliederen. Ik moet even kijken. Ik heb die vlinders. Heb ik... een beetje uitgeknipt. Als ik nou nog wist hoe dat die zat. Zo. En dan ga ik daarover zo wat spetteren. Even kijken. Maar anders dan zitten dus alle spetters in het wit. En dat wil je eigenlijk niet. Tenminste, dat was niet mijn bedoeling. Dus ik heb één... Ik heb ze eventjes uitgeknipt. Dus dan stempel ik het op een post-itje. Of in mijn geval heb ik masking tape gebruikt. Laat deze wat meer in het beeld zien. Ik zal het zo nog eventjes laten zien als ik gespetterd heb. Goed, Nelly? Ja, spetteren. Dat ga ik doen met Blushing Bright. Dan neem ik eventjes een... klein stempelblokje waar ik eigenlijk de inkt op stempel. Als het ware. En dan neem ik mijn aquapen. Die laat ik even goed doorlopen dat die goed nat is. En dan ga ik door hem langs de dop te halen. Ga ik lekker spetteren. En dat kan je natuurlijk net zo gek maken als dat je zelf wilt. En wil je dit weer schoonmaken? Ik zal eventjes een kleider dingetje erbij halen. Gewoon eventjes weer water laten doorlopen. Tot die goed weer leeg is. En de dop doe je eventjes met een tissue. Tenminste, zo doe ik het altijd. Eventjes met een tissue. Die inkt uit die dop halen. En voilà. Weer verder voor een volgende keer. En ook deze maak ik zo even schoon. Hup. Klaar alweer. Dan haal ik de masking tape eraf. En dan zal ik hem eventjes nog dicht in beeld laten zien. Even kijken. Kunnen jullie het zo goed zien? Dus nu heb ik spetjes rondom. En die stempels is dus met de babydoekjes techniek gedaan. Zodat je net zoveel kleuren als je zelf wilt. Ik heb er gekozen voor 3. Maar 4, 5, leef je uit. Nou kan je dit ook op een andere manier verkrijgen, zo'n idee, hè. En dat is dan met je inkt en de spongedaubers.
Dus met de spongedaubertjes op je stempel. Gewoon de inkt indopen en dan op je stempel dopen. En dan, als je dus alle kleuren erop hebt staan die je wilt hebben, moet je even zo beademen, zeg maar. Zo. En dan krijg je ook een beetje dit effect. Dus het is eigenlijk, laat ik vandaag zomaar 3 technieken zien. Het is wat, hè. Maar goed, hebben jullie het zo goed gezien? Ja, het is hier 's ochtends eigenlijk niet helemaal het goede licht om alles goed te laten zien, denk ik. Ik zit af en toe even hier opzij te kijken, om te kijken wat jullie inderdaad zien als ik hem omhoog hou. Goed, dan had ik nog bedacht om er een lintje om te doen. Ja, het kan ook gewoon zo natuurlijk, maar ach, ik dacht, we doen het eens weer wat meer. Jullie kennen mijn trucje, hè? Ik knoop altijd een stukje lint om een pen, of in dit geval om de huls van de priknaald. En dan krijg je een loepje. En die knip ik door. Zo. Ja, het zijn inderdaad fletse kleuren met dit licht, hè. Maar ik zal straks een foto maken. Die zal ik morgen of overmorgen even plaatsen. Ik moet even kijken. En dan zullen jullie het verschil wel zien. Ik zoek mijn glue dots. Die heb ik verstopt. En die doe ik achter het, knoopje. Dacht ik, maar hij pakte hem niet. Achter het knoopje. Nou zeg. Normaal lukt dit altijd. Maar vandaag had hij geen zin. Goed, waar ik het strikje wil. Daar doe ik hem. Het gloedotje plakken. En dan aan de achterkant doe ik het met een stukje plakband vastzetten. En wat ik veel te veel heb, want ja, dit was toevallig het laatste stuk van een rol. Helemaal opgemaakt, een rol lint. Wauw, dat doe ik niet vaak. En dat terwijl ik het stuk mooi lint vind. Goed, die erop, dan wil ik nog een tekst erop. Ik dacht aan, we denken aan je. En ik denk dat ik hem bovenin zet vandaag. En die stempel ik met Rich Razzleberry. Dus deze tekst die komt uit de stempelset Speciale Momenten. We denken aan je. Zo. En dat gaat op de basiskaart. Gewoon met de Tombow. En ik doe ook altijd een beetje lijm op het lint, zodat dat ook goed op het karton blijft zitten. Nou is dit dun lint, maar soms heb je wel wat dikker lint. En dan wil het daar waar het lint zit een beetje open gaan staan, vind ik altijd. En dat vind ik niet zo mooi. Dus daar dient dat trucje voor. Altijd ook even wat extra aanduwen daar bij het lint. Dan kan deze op de basiskaart. En dan wilde ik nog hier, om toch een beetje extra te doen, nog deze vlinder doen. Maar ik vind deze eigenlijk iets te groot. Even kijken waar ik mijn vlinders heb gelaten. Ik ga gelijk gooien. Want ik had er nog meer uit gestanst. Even kijken. Ik denk dat ik deze leuker vind vandaag.
Dat is het voordeel als je wat bewaart, hè? Goed, en die doe ik met... hoe heet die? Dimensionals op. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in het begin ook dacht, Hilly. Dat ik dacht, ja, wat ga ik daarmee doen? Maar hij is wel erg mooi in het gebruik, hoor. Ik heb hem eigenlijk al best veel gebruikt. Hij is ook echt wel heel mooi voor condoleancekaarten, bijvoorbeeld. Maar als je hem weer, als je dus met subtiele kleuren hem gebruikt, zeg maar. Maar inderdaad met zo vlinders, met vrolijke kleuren, ja. Wordt het toch weer een heel ander verhaal. Zo, de kaart van vandaag. Met de babydoekjes techniek. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden vandaag. Voor volgende week kunnen jullie dus kiezen uit deze twee stempelsets. Die is dus niet vandaag op mijn Facebookpagina geplaatst. Maar gisteren dus. Er is al heel veel op gereageerd. Dus ik zou het leuk vinden als jullie vandaag ook nog reageren wat je volgende week zou willen zien. Dat zou ik echt leuk vinden. En dan ben ik er op 14 februari met de stempelclub. En tijdens de stempelclub gaan we deze keer condoleancekaarten maken. En de stempelclub kun je bestellen tot 7 februari. En kost €12,50. Daar zitten alle materialen in om deze kaarten ook te maken. Behalve de stempelafdrukjes. Nou, dat zijn in dit geval de teksten en blaadjes. Dus nou ja. Dat is de stempelclub versie. En de workshop versie is op 15 februari. Kost €17,50. En dan gaan we dit leuke doosje maken. Nou, leuk is die, hè? Dus die is voor 15 februari. Kan je ook bestellen tot 7 februari. Daar zitten ook alle materialen weer in om dit doosje te kunnen maken. En wat wou ik verder nog vertellen? Ja, als je ze allebei bestelt, dan krijg je de pakketjes €2,50 korting. En bestel je bij mij voor €60 aan producten van Stampin' Up, dan krijg je allebei de pakketjes gratis. En als je dan ook, hè, dus je bestelt voor €60, dan mag je ook momenteel nog tot eind februari dus een gratis product uit de Celebration Folder kiezen. Helemaal leuk, toch? Goed, ik vond het heel leuk dat jullie er met zoveel waren vandaag. En ik zou zeggen, tot volgende week. Doei doei!